Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag ben ik bij Feline en we gaan wat opnemen voor de Penny. Twee video's in totaal en daar gaan we nu even mee beginnen. En de camera staat al klaar. En dan gaan we doen, durf of de waarheid doen of meer truth or dare. Ja, een beetje ertussenin, dat gaan we doen. Nou, we staan hier in mijn kastenruimte. Ja. En Fenn heeft hier het hoofdstel van Marley. En hij is niet zo heel vies. Nee, het valt mee. Ik heb hem nu drie keer. Nou, top. Geaccepteerd. Wil je hem nog wassen voor Marley? Nee hoor. Misschien neemt u hem nu wel extra snel en denkt, oh, het lekker smaakje. Of juist helemaal niet. Nee, bij het zien. Ja. Je kan het ook wel hier eerst of zo oefenen. Oh, jeez. Marley kijkt echt van... Oh, ik heb gelijk iets verrekt. Oh. Ik zit even te denken hoe we dit best kunnen doen. Ik heb het toen zeg maar met Magic gedaan. Dat je dan erachter staat om mijn benen op te vangen, zeg maar. Oh. Snap je? Ja. Oké, ja? Ik ben even een soort van aan het... Dat hij dit niet eng vindt als ik het er niet toe. Niet schrikken, maar... Ja? Ja. Ik moet even uitmeten met waar ik mijn handen op mijn deur zit. Oh, ik moet het zeggen. Waarom doe ik dit? Ja, ja! Oh, er zit een vlek op mijn lens. Ga ik zien. Nou, wij zijn druk bezig met opnames. We zijn bezig met de tweede video. En we moeten zo meteen nog voor de eerste video... moeten wij door het zand en door de wei gaan rollen. Feline wilde door de stal rollen. Ik wilde door het weiland rollen. Dus dat gaan we maar even als laatste doen. Zo. En dan gaan we Marley even versieren met deze zomerse spulletjes. Fenna is een plek aan het zoeken waar ze wil gaan rollen. Dat is een echt paard. Ja, die doet dat ook altijd. Je mag ook in de mesthoop gaan rollen hoor, als je dat fijn vindt. Andere keer. Het heeft allemaal niet overal echt super lang gras of zo. Nee. Het is een echt paard, die stort ook zo neer en die... Oh, ja, je moet wel een beetje gaan rollen, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, wat moet ik doen? Oké. Oh, je zit helemaal onder. Nou, het valt toch mee? Het is alweer de volgende dag en ik ben gisteren nog best wel lang bij Feline gebleven. We waren samen pizza gaan eten en dat is echt een beetje onze traditie als we samen aan het opnemen... vliegen. Dat is echt een beetje... Nou, gatsie. Dat is een beetje onze traditie als wij een opnamedagje hebben gehad. Dan gaan wij vaak daarna nog even pizza eten. En ik heb net Moos op commando laten liggen. En nou, Moos, niet aan mijn camera zitten. Hij probeerde dit touwtje te pakken. Nou ja... Echt op commando, weet ik niet of het was. Maar Moos die wilde gaan rollen, dus dan doe ik down, down, En hij ging rollen. En toen heb ik hem dus heel uitgebreid beloond. En hij doet ook wel, hij gaat ook echt wel een plekje zoeken als ik down, down, dat doe. En misschien dat ik het nog een keer met hem kan gaan doen. We zijn het dus een beetje aan het oefenen. Het is een paar keer gelukt, maar meer omdat Moos gewoon lekker wilde gaan liggen. Niet omdat ik zei dat hij moest gaan liggen. Maar ik zal het nog een keer even proberen, want hij wil nu alweer een plekje zoeken, lijkt. Oh nee, is gewoon lekker aan het ruiken. Nou ja, wij gaan hier even wat grondwerk doen. Het is nu springles. Ik wil eigenlijk gaan rijden. Ik kan wel in de buitenbak gaan rijden. Maar Moos heeft al een paar dagen niet echt serieus gewerkt. Dus ja, ik weet niet echt. Dan rijd ik toch liever even in de binnenbak. Dus ik ga denk ik gewoon wachten. Ik kijk wel. En anders gaan we hier gewoon een beetje longeren en dingetjes doen. En grondwerk. En Moosje? Is ook goed. Ja. Maar ja, goed. Hier, naar boven, naar boven. Goed zo. Hoe is je hoofd omhoog? Oh nee, mijn zweep is gevallen. Oh, wat lief. Heb je voor mij gepakt? Mag ik hem terug? Goed zo. Oh, hij laat hem gewoon los. Normaal moet ik echt zeggen los. Alsof het een hond is, omdat hij hem dan niet meer wil teruggeven. Behalve als ik zeg, wil je ruilen tegen een snoepje, dan na een minuut dan wil hij hem wel teruggeven. Down. Down, ja, down, 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 ja, zoek maar een lekker plekje uit, goed zo, down, ga nou niet met je billen naar me toe alsjeblieft, down, goed zo, heel knap, kijk eens,
Alles sta je alweer meteen op. Dat vind ik zo jammer. Oké, ik stop hier heel even de video, want ik zie tijdens het editen dat ik bij Moos een fout maak in de training. Ik klik namelijk veel te laat. Ik had eigenlijk moeten klikken, dus belonen, op een moment dat hij door zijn benen zakt. Maar ja, ik klikte toen hij eigenlijk alweer omhoog kwam, terwijl je niet wil belonen dat hij omhoog komt. Je wil belonen wanneer hij gaat liggen. Dat wil ik eventjes bijvertellen. In deze weekvlog krijg ik ook vrijheidsdressuurles. Ik heb dit ook tijdens de vrijheidsdressuurles geleerd. Dus ik had eigenlijk moeten klikken wanneer die door zijn benen zakte als beloning voor het gaan liggen. Dus dat wilde ik er even bij vertellen en veel kijkplezier verder met de rest van de weekvlog. Ja, goed zo. Kijk, krijg je nog meer snoepjes van mij. Heel knap. Oh, ik ben blij dat ik het op film heb. Maar ja, het is echt een beetje, hij wil graag rollen. En het is niet per se omdat ik het echt van hem vraag. Heb ik het idee, maar of het is gewoon een combinatie, hè? Krijg ik nog een snoepje, Moos. Ja. Maar nu heb je steeds maar één kant gerold. Oh nee, wacht, je had volgens mij net aan deze kant. Ja, oké, hij heeft deze kant en die kant nu gehad. Meneer zit gewoon in een goede galop. Yes! Oh, ik ben zo trots. Net sprong hij zelf in de linker galop en nu had ik hem in de linker galop kunnen zetten. Kom, door! Door, goed zo. Ja. Moosje, kom maar. Ja. Ben je een beetje moe? Kijk. Alsjeblieft. Gisteren heb ik vrijheidsdressuurles gehad. En ik ga nu heel even met Moos. Nou, Moos, laat die stoel. Serieus. Moos, wat doe je nou? Laat me even mijn video opnemen alsjeblieft. Oh Moos, mijn mobiel lag ook nog eens op die stoel. Oké, even terug naar de video. Ik had gisteren vrijheidsdressuurles. En ik ga een paar oefeningen weer opnieuw oefenen. Vandaag even weer doornemen. Dus ik ga eerst even wat vrijheidsdressuur en grondwerk doen. En misschien dat ik zo meteen nog even mijn barebackpad ga rijden. En ik heb gisteren met Danielle een oefening doorgenomen. Die niet in de video voorbij is gekomen. We hebben gewoon op het einde even snel het inparkeren geoefend. En gekeken wat doe ik nou fout. Want ik heb jullie in mijn weekvlogs meegenomen. In dat ik Moses leer in te parkeren bij het opstapblok. En wat er misgaat of waar ik tegenaan loop. Is dat ik vraag Moos naar mij toe te komen. Dat doet hij dan wel. En dan bounce hij weer terug. Dus ik geef hem een koekje als hij naar me toe komt. En dan gaat hij weer anders staan. Dan blijft hij niet op zijn positie. En Danielle die zei dus van, nou ja, je moet hem niet belonen om naar jou toe te komen. Maar je moet hem belonen als hij naar jou toe komt en blijft staan. Dus je moet nog heel eventjes wachten. En dat ga ik even oefenen. Ook nog een paar andere dingen, zoals de jambet. Ik deed even zo, Moos ging even met zijn hoofd ervoor. En dan gaan we beginnen. En ik hoop dat ik jullie wat kan laten zien. In het begin ging het trainen niet heel lekker. En ja, je ziet dat ik geen cap op heb. Het was ook niet mijn bedoeling om ook echt op te stappen. Dat stukje, dat is eigenlijk het einde wat je moet aanleren. En dat laat ik dus even weg. Ik moet hem eerst de stap aanleren om echt even te wachten. Dus hier zie je ook dat ik gewoon even het krukje naast hem zet. Want hij werd een beetje druk. Hij liep de hele tijd voor me weg. Dus ik dacht, we beginnen echt even bij het begin. Ik moet gewoon het krukje naast hem kunnen zetten. En hij moet gewoon blijven staan. Hij hoeft nog niet eens de echte oefening van inparkeren te doen. Hij moet gewoon even wachten naast het krukje. En als hij heel netjes bleef staan, dan ging ik weer een heel klein stapje verder. En dan ging ik aaien op zijn rug. Deed ik alsof ik zijn teugels ging oppakken, want dan loopt hij ook meestal weg. Of deed ik een been omhoog om te doen alsof ik ging opstappen. Wat ik natuurlijk niet echt deed, want ik heb geen cap op. En dan doe ik dat natuurlijk niet. Maar gewoon om hem daar allemaal aan te laten wennen. En hij vindt het niet eng of zo, maar ja, ik weet niet. Dan loopt hij van me weg. Dan heeft hij er geen zin in of zo.
heb zojuist een video opgenomen. Of eigenlijk heb ik al twee video's opgenomen vandaag. Eén voor de Penny waarin ik squashies maak van een DIY uit het zomerboek. En ik heb net mijn oude cap kapot gemaakt. Ik weet niet of ik het kan zien. Ik denk dat die video ook al wel online staat. Ja, en ja, dit zat erin. En dit ook. Dit was van de ventilatiegaten. Daar ben ik best wel even mee bezig geweest. En ja, mijn kamer is ook echt een bende. Mijn bureau heb ik hier maar even neergezet. En ja, ja. Zo ziet het eruit van de andere kant. Ja, dat wordt weer lekker opruimen. Het is echt niet normaal. Elke dag ruim ik mijn kamer op. Want elke dag maak ik er een rotzooi van. Nou ja, ik ga zo naar stal toe. Ik ga me even omkleden. En ja, ik weet niet, even mijn lipstift eraf halen. En dan ben ik over 2 seconden op stal. Nou, het laatste deel van de Penny video heb ik net nog opgenomen. En Moos heb ik eventjes hier lekker in de schaduw geparkeerd. Kan hij even wat grazen. Want ja, ik haalde hem uit zijn stal en hij was gewoon een beetje bezweet. En het is gewoon best warm. Het is zo 27 graden nu. En Moos, ja, is nog steeds een beetje nattig. Dus we gaan hier gewoon even een uurtje chillen. En dan zometeen dan ga ik zijn stal nog doen. Maar we gaan niet rijden of zo. Ik heb ook mijn korte broek aan. Het is voor het eerst volgens mij dat ik met een korte broek dit jaar naar stal toe ga. Of überhaupt dat ik dit jaar een korte broek aan heb voor het eerst. Ik heb dat eigenlijk bijna nooit. Omdat ik gewoon lange broeken wel lekker vind. En als ik naar stal toe ga, doe ik altijd een paardrijbroek aan. En thuis, als ik wil gaan zonnen of lekker buiten wil gaan zitten, doe ik gewoon mijn bikinibroekje aan. Ja, yeah. Volgens mij vindt Moos het niet zo erg dat we vandaag niks doen, want er komen heel veel warme dagen aan. En voor een paard is het gewoon niet lekker om met ja, warm weer iets te doen, want paarden kunnen veel minder goed tegen de warmte dan mensen. En ja, ik heb het al heel warm en vind het al te warm om iets te doen. Moet je nagaan hoe Moos zich dan voelt. Ik blijf hier nog even bij hem chillen en misschien dat mijn benen nog een beetje bruiner gaan worden. Het is echt heel erg en ik denk dat de meeste ruiters dat wel herkennen, is dat ja, als je bij de paarden bent, dan word je best snel bruin, want je bent veel buiten. Maar dan word je echt tot hier bruin en ook bij je handen. Dan heb je handschoen aan, dus dan zijn je handen nog wit. Is dit stuk bruin en dan heb je hier weer eens een deel dat wit is. En dan zijn je benen natuurlijk ook wit, want je hebt altijd een paardrijbroek aan. Ja, dat is ook bij mij zo. Dus ik ga even lekker in de zon zitten. Ik ga trouwens heel misschien nog wat oefeningetjes met Moos doen, zoals dat inparkeren. En ik zei dan gisteren volgens mij dat ik Moos dan pas wil belonen als hij even stilstaat. Maar ik heb het idee dat Moos de commando van kom naar mij toe nog niet helemaal snapt. Dus ik denk dat ik het gewoon echt in nog kleinere stapjes moet gaan oefenen. Dus dat Moos eerst echt moet leren van als ik daar tik bij zijn bil, dan moet hij naar mij toe komen. En dan pas als hij dat goed kan, dan moet ik hem pas leren om te blijven staan. En dus het opstappen en zo, dat moet ik echt nog even laten liggen. Dan als ik normaal met hem ga rijden. En ik ga dan opstappen, moet ik gewoon opstappen zoals ik altijd doe. Dus niet dat ik hem eerst naar me toe vraag, maar gewoon krukje ernaast en hop erop. En ja, dat wilde ik gewoon even delen, want ik neem jullie een beetje mee in die reis van dat inparkeren. En ik had net op Instagram gezien dat Snoetebol om 4 uur een video plaatst over het inparkeren. En ja, ik ben heel benieuwd naar. Het is nu 3:30 of zo, dus ja, ik ben nu op stal, kan hem nu niet of zo meteen niet kijken. Maar als ik dadelijk thuis ben, ga ik hem even kijken en ik hoop dat ik er nog wat van leer. En ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Zal ik jou even een beetje afspoelen? Kom maar. Zo, even snel een beetje afspoelen. Ja, braaf. Oh, dit ken ik niet. Oh, dat is al wel, ja. Oh, kijk eens. Maar ik denk dat die nu al heel groot zijn. Kijk, mevrouw, je bent met een jasje aan in gegaan, hè? Weet ik even, hier wordt het zo. Kijk, dat is hier lekker. En een bandje, dat is helemaal lekker. Ook niet altijd goed. Maar goed voor jou, Pip. Goed voor jou. Mama, kijk, Pip is. Mama, kijk zo ver Pip gaat. Oh, wat goed voor jou! Goed zo! Ja! Toen deze keer hier, toen was er een hond, was daar mee aan het spelen. Ja. Goed zo, Pip! Plons, ja. En zij doet plons, plons, plons. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat was niet zo. In mijn enthousiasme. Ja. Jongens, ik ben zo dom.
Ik heb gewoon witte schoenen aangedaan. Want we gingen eerst de honden uitlaten. Pip die is ook mee. De andere twee honden die zijn van kennissen. Dus die zijn alweer weg. En toen dacht ik, nou ik doe gewoon lekker mijn witte schoenen aan. En ja, ik moet de paarden binnenzetten. Dus ik ben nu op stal om Moos' stal eerst te doen. En dan ga ik de paarden binnenhalen. Maar ja, oh, met witte schoenen. Gelukkig zijn deze al best oud. Ze zijn nog best wel schoon zoals je ziet. Maar ja, ik had eigenlijk liever andere schoenen aangehad. En ik heb ook een wit shirt aan, maar dat kan ik hopelijk nog een beetje schoonhouden. Ik zou het erger vinden als mijn shirt vies wordt. Mijn schoenen mogen wel vies worden, maar het is gewoon niet slim. Het was net echt super lekker weer, maar het ging net opeens onweren en regenen. Dus de paarden zijn helemaal nat. Het is nu gelukkig wel gestopt met regenen. Dus het gras is ook helemaal nat en echt niet slim. Ik ga dit echt nooit meer doen, witte schoenen aandoen, als ik dan naar buiten ga of naar stal ofzo. Nou, daar ga ik dan met mijn witte schoenen. En alles is nat. Dus dat werkt echt niet mee. Als het nou gewoon droog was, dan ja, was het veel minder erg geweest. Oh, dan ga ik het eerste paard uithalen. En daar staan Bailey en... ik wilde bijna zeggen Noora. Maar Moos. Hey Moos! En oh, ik heb ook nog eens een korte broek aan. Dit was echt geen slim idee. Hey, dag schatje. Zo, nu ga ik Moos uithalen en zo zien mijn schoenen eruit na twee paarden eruit gehaald te hebben en mijn stal te hebben gedaan. Dus het valt super erg mee. En nu deze twee nog. Ik was bijna vergeten de video af te sluiten, dus hierbij wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende week vlog. Doei!